We staan in het Canisius College in de gemeente Nijmegen. Het is een rijksmonument, gebouwd in 1900. Wijker de Bont is adviseur geweest in de transformatie van het Canisius College. En we zijn sinds 2020 betrokken geweest bij de planontwikkeling in het transformeren van deze voormalige school naar voornamelijk appartementen. Wijker de Bont heeft geadviseerd op verschillende disciplines, waaronder brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek, installaties, maar bijvoorbeeld ook hemelwaterinfiltratie. Nou, een monumentale status brengt natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. We hebben met respect voor het gebouw geprobeerd zoveel mogelijk elementen eigenlijk te bewaren. Met name brandveiligheid, nieuwbouweisen, stelt hoge eisen. Dus we hebben gekeken in de gangen bijvoorbeeld om de paneeldeuren in het zicht wel zoveel mogelijk authentiek te laten uitzien, maar aan de binnenkant de brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Waardoor we dus wel een hoog niveau van veiligheid halen, maar het karakter van het gebouw eigenlijk zo weinig mogelijk aantasten. Ja, Wijker de Bont denkt echt mee met de opdrachtgever. Ons onderscheidend vermogen is de integrale aanpak. Naast de disciplines die hier hebben gewerkt, hebben we meer disciplines in huis. Dus ook intern kunnen we altijd terugvallen op verschillende disciplines. Maar ook de samenwerking met de opdrachtgever, de architecten, de constructeur, om te kijken naar de optimale keuzes die we kunnen maken voor dit bouwwerk, daar zijn wij onderscheidend in. Naast die integrale aanpak zijn we ook eigenlijk in alle fases betrokken. We zijn hier gestart in de planvormingsfase, maar nu tijdens de bouw lopen we eigenlijk nog steeds mee. En we kijken er naar uit in de realisatie dat we nog heel wat levensjaren aan dit bouwwerk kunnen toevoegen.